Politie, laat vallen het wapen! Hallo allemaal, leuk dat jullie willen kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga jullie vandaag een keertje niet meenemen in een noodhulpdienst of een ander proces. Maar ik wil jullie wat vertellen over nepvuurwapens en wat de gevaren daarvan zijn. En dat is dan vooral voor de doelgroep, de jeugdige onder ons. Deze week is de Nationale Politie een campagne begonnen tegen nepvuurwapens die de hele week al loopt. En nou, dit filmpje zal een beetje de afsluiting van die week zijn. We krijgen namelijk als politie regelmatig meldingen dat jeugdigen op straat lopen met nepvuurwapens en er bellen omstanders aan van. Nou, wij als politie moeten dan altijd handelen zeg maar, naar, alsof het een echt vuurwapen is. Zo zullen we altijd optreden. Nou, er zit natuurlijk wel wat gevaren aan, want ja, zoals je jeugd onschuldig met een nepwapen staat te spelen. En de politie komt daar met een getrokken wapen en je luistert misschien niet, kunnen er dingen gebeuren die niemand wil. Dus middels het filmpje willen wij graag aandacht vragen voor jullie. Wees je bewust van als je met zo'n nepvuurwapen op straat gaat, dat dit de gevaren zijn, dat de politie zo handelt. En de boodschap is eigenlijk, nepvuurwapens mogen gewoon niet op straat, hou ze binnen. In ieder geval veel plezier met het filmpje. Deze heb ik gevonden. Cool. Wil je ook proberen? Ja. Bam, bam, bam. Ja, politie Almere gaat. Ja, ik zie twee jongetjes spelen met een vuurwapen. Ik weet niet of het een echte is, maar het ziet er wel echt uit. De trekweg. 23-01 OC. Ja, we krijgen zojuist een melding. De SAND heeft twee jonge mannen gezien met een vuurwapen, of een gelijkend vuurwapen. Jongens, die gaat omhangen volgens procedure. Er komt een motorrijder de kant op. De locatie wordt de trekweg in Almere. Ja, wij gaan omhangen. OC 23-01? Zeg maar, OC. Ja, één persoon aangehouden voor bezit vuurwapens. Ja, mooi gewerkt, jong. Dan heeft hij bij de radio stilte op. Hopelijk zijn jullie een beetje een beeld kunnen krijgen van wat gebeurt er nou als ik met een nepvuurwapen op straat gaat. Nogmaals, ze zijn het gewoon verboden om op een straat mee te lopen. Nou, in het filmpje heb je kunnen zien hoe de politie handelt en optreedt als je dus met zo'n vuurwapen op straat bent. En nou, zoals je ziet kun je al heel snel door een omstander worden gezien. Het is met een nepvuurwapen, iets dergelijks. En voor je het weet heb je ineens een vuurwapen van de politie op je gericht. En dan zit je iets later in de handboeien. Iets wat wij niet willen, maar iets wat jullie zeker ook niet willen. Ondanks dat het misschien soms heel onschuldig een spelletje is of dergelijke, zit er aardig wat risico's aan, dus een gevaar. Ja, wil je meer weten over nepvuurwapens, schrijf naar de site vraagdepolitie.nl. Daar kun je alle vragen over stellen en ook alle antwoorden vinden. In ieder geval voor nu, jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop ook dat jullie een beetje het filmpje leuk hebben gevonden. Dat hoort natuurlijk ook weer bij. En tot de volgende vlog.